Ierland. De Ieren lopen hier rond in een t-shirt met het opschrift Ireland is somewhere in Europe. En dat gaat dan om het lied van Liam Riley, Somewhere in Europe. Een sterk persoonlijk getint nummer uit Ierland van deze jongen die het zelf geschreven. Hij was leadvocalist van de zeer succesvolle groep Bagatelle, waarmee hij ook veel platensucces kende. 5 keer goud en platinum. Hij schrijft veel, hij produceert en maakt nu een solo cd waar dit nummer de leidraad van is. Hij wordt begeleid door 2 zangeressen, Mary Downs en Kim Jackson. Het lied is een beetje geïnspireerd door Elton John, raakt bijna ieder land van Europa. De Champs-Élysées, de Trevifontein in Rome, het oude Brussel, het Zwarte Woud, Trafalgar Square en natuurlijk de Amsterdamse grachten. Ierland doet dit jaar voor de 25e keer aan het Songfestival mee. Ze doen het vaak heel goed, 20 keer waren ze bij de eerste 10 en 3 keer hebben ze gewonnen. En u ziet natuurlijk straks ook de dirigent, Noel Keelehan. Hij is een echte veteraan op het festival, want hij zwaait de baton nu al voor de 18e keer. Hier is Liam Riley. It's been a long time since we were together. I'm back in Ireland and I miss you more than ever. In early spring we parted and I've been here since then. But if I could only see you once again. Meet me in Paris on the shores of these nights. We could be in Rome again. Leave the Trevi Fountain lights. We should be and in that black forest on a German summer's day, and the memories refuse to go away. Meet me in Paris on the Champs-Élysées. We could be in Rome again. Need the Trevi Fountain. Prima nummer dit, Somewhere in Europe van...